Straatventers krijgen niet zonder meer een vergunning. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, wijst erop dat voor het verkrijgen van een vergunning de venters aan een aantal eisen moeten voldoen. Bolla zegt dat bij zijn aantreden hij een chaotische situatie heeft aangetroffen waarbij venters vergunningloos op straat verkochten. Hij heeft getracht deze situatie te ordenen door enkele venters een vergunning te geven onder een aantal voorwaarden. De districtscommissaris noemt als voorbeeld een aanvrager die al jaren op straat verkoopt of een aanvrager die garant staat om per vierkante meter belasting te betalen. Een vergunning waarbij er een dertigtal regels zijn opgenomen waaraan de mensen zich moeten houden. Dus ik heb juist gezorgd dat vanuit een chaotische situatie er nu ordening is gekomen. We zijn begonnen in de Jodenbredestraat en zo zijn we verder gegaan. We zijn nu in de Maagdenstraat, de Domineestraat en een deel van de Zwartoverstraat bezig, Heiligeweg. Dus zo proberen we telkens malen ervoor te zorgen, juist dat we het kaf van de koren kunnen scheiden en dat de mensen die een legale status nu hebben, dat we ervoor zorgen dat anderen er niet meer bij komen. Want we willen natuurlijk niet onnodig veel mensen op een hoopje hebben. Ik heb ook gekeken bij de ordening dat we niet 10 of meer mensen hebben op één plekje met dezelfde producten. Anders krijg je oneigenlijke concurrentie onderling. Dus we hebben daar heel lang over nagedacht hoe we dat zouden aanpakken. En ik mag zeggen, de mensen zijn tevreden, wij zijn tevreden en het gaat de goede kant op. De bewindsman streeft ernaar om deze ordening in alle 5 resorten door te voeren. Hij geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is als je kijkt naar de ontevredenheid van de marktventers. Bolla heeft daarom samen met de marktmeester van de Centrale Markt gewerkt aan het openen van de zondagmarkt, maar dit schijnt voor de marktventers niet aantrekkelijk te zijn. Klagen gaat in ieder, hè? Er zijn ook mensen, er zijn ook winkeliers die klagen. Er zijn ook supermarkten die klagen. Iedereen wil natuurlijk in principe dat alle mensen op één locatie gaan. En dat kan niet. Als je bezig bent in de verkoop, of het nou een markt is, of een supermarkt, of een superwarenhuis. Je moet ervoor zorgen dat je producten natuurlijk goed zijn, betaalbaar zijn, bereikbaar zijn. Een stukje klantvriendelijkheid. Dus als er mensen op de markt zijn die nog niet tevreden zijn, dan is het misschien ook goed om de hand in eigen boezem te steken. Je moet ook zelf kijken of je jezelf kan verbeteren. En daarvoor kan de DC niet zorgen. Ik kan er wel voor zorgen dat de markt in een zodanige conditie is, en dat is hij op dit moment. Als we kijken naar de vele verbeterpunten die ik heb gedaan binnen een jaar, is het buitengewoon. De markt ziet er prachtig schoon uit. Hij is goed verlicht, goed beveiligd. En er is voor voldoende parkeergelegenheid gezorgd. Dus ik heb heel veel geïnvesteerd in de markt. Maar het ligt ook aan de mensen die daar verkopen, toch? Ik moet de klanten niet naar binnen brengen. Zij hebben ook allerlei andere methodieken om ervoor te zorg dragen dat hun producten wel gekocht worden. Ze zouden ook een stukje zelf reclame kunnen doen, toch? Of moet ik dat doen? Nee, toch? We zouden zelf via de social media hun producten kunnen aanprijzen. En zo kan je doen. De DC geeft aan dat indien straatventers geen vergunning kunnen krijgen en daartegen bezwaar hebben, ze dat gerust kunnen aankaarten bij het commissariaat. Dan kunnen ze elders geaccommodeerd worden, indien die mogelijkheid er is.